Hey, savakjes allemaal. Mannetjes, we komen naar buiten. We zijn weer op stap. Hier zijn we vandaag bij een klant. Step-in balloons. Daar moet je naartoe als je de lucht in wilt. Met een ballon of een wilt kopen. Allee op, we vliegen erin. Chris is al jarenlang klant bij firma Knapen. Voor elke mand staat er een aanhangwagen onder van bij firma Knapen. Chris, bij u kunnen we de lucht in met een luchtballon? Sam, bij mij kunnen we de lucht in met een luchtballon. Maar ik kan u ook een goede prijs maken voor een luchtballon. Oké, Koort, je wilt er weer een verkopen. Plus, wij doen niet alleen verkopen van luchtballons, maar wij keuren ook luchtballons. En we zijn het enige erkende station die luchtwaardigheden aflevert. Herstellingen doen wij volop van alles materiaal. Wat kunnen we er zoal aan herstellen? Wij herstellen alles. Wij herstellen manden, wij herstellen branders, wij herstellen flessen. Dus als ik er een mee aan het vliegen ben en ik vlieg ermee tegen een trekkenpaal en dat is gescheurd. Die stikken wij terug dicht. Dat is goed dat ik dat weet. Alle dagen scheur ik mijn broek. Oh jong, en al voor deze beest een remork? Daar heb ik nog geen remork voor. Ik heb trouwens nog een goede prijs nodig voor 2 remorken. Geen probleem. Ik ga nu ruilhandel doen. 1 luchtballon tegen 2 remorken. Wat denk je? Nee, Sam, jong, dan scheur ik mijn broek van boven tot beneden. Die stik je zelf, jong, dat is toch geen probleem. Ja. Nee, maar 1 en 2 december, dat moet bij ons zijn. Op de promodagen, de super promodagen. Ik zal er zijn. Ah wel, dat is goed. En dat maakt aan een goede prijs. Kunnen we niks doen? Iets weggeven of zo? Wel, ik zal eens iets speciaals doen voor alle. Je krijgt van mij 2 duo-tickets voor uw klanten. Oké, hoe kunnen die winnen? Heel gemakkelijk. Hopen kopen. Hopen kopen. Bij Gereedschappen Knapen. 1 en 2 december, maar ook in de maand ervoor. In november. Heel gemakkelijk. Per aankoopschijf van 500 euro krijg je er een lotje. En met winnende lotje kun je meevliegen met Step-in Balloon. Sam, uw broek is bijna gemaakt, hè? Ja, dat die scheur toe is, hè. Ik zal op mijn voeten doen hier dan. Ja.